T-cellen vormen een belangrijk onderdeel van ons afweersysteem. Ze helpen ons lichaam te beschermen tegen ziektemakers van buitenaf of van binnenuit tegen afwijkende cellen, zoals kankercellen. T-cellen stromen mee in het bloed en kunnen zich dwars door de wanden van bloedvaten verplaatsen. Terwijl de T-cel door het lichaam reist, bekijkt hij alle cellen van het lichaam. De T-cel doet zijn checks met een soort voelspriet, de T-celreceptor. De T-cel speelt een belangrijke rol in de immuuntherapiebehandelingen bij kanker, omdat hij ook sommige vormen van kanker als afwijkend kan herkennen. Deze kan hij vervolgens vernietigen. Dit gaat als volgt in zijn werk. Wanneer de receptor een afwijkende cel herkent, klikt hij vast. Vervolgens geeft de receptor een signaal aan de T-cel om over te gaan tot vernietiging van de afwijkende cel door het loslaten van dodelijke moleculen. Sommige kankercellen wijken veel af van normale cellen en zijn daarom makkelijk te herkennen voor de T-cel. In andere gevallen lijkt een kankercel erg op een normale cel en de T-cel laat de kankercel dan met rust. Er zijn dan geen T-cellen die de kankercel kunnen vernietigen. Om ervoor te zorgen dat de T-cellen van een patiënt toch in staat zijn om zo'n moeilijk herkenbare tumor te vernietigen, zijn de volgende therapieën ontwikkeld. T-celreceptor-gentherapie en CAR-T-celtherapie. Bij deze immuuntherapiebehandelingen worden T-cellen van patiënten uitgerust met een nieuwe receptor die wel in staat is om de kankercellen te herkennen, zodat de T-cellen de tumor kunnen vernietigen. Hoe gaan deze immuuntherapiebehandelingen nu precies in zijn werk? Bij beide therapieën is het nodig om eerst een deel van de T-cellen uit het bloed van de patiënt te halen. Dit gaat met behulp van de machine waar het bloed doorheen wordt geleid. De machine scheidt dan de T-cellen van de andere cellen in een zakje en geeft de rest van het bloed direct weer terug aan de patiënt. Die verzamelde T-cellen worden vervolgens meegenomen naar het laboratorium, waar ze worden bewerkt zodat ze straks de moeilijk herkenbare kankercellen wel kunnen herkennen. Eerst wordt in het laboratorium een klein stukje DNA in de T-cel ingebracht. Dit stukje DNA vertelt de T-cel hoe hij een nieuw soort receptor moet maken die goed in staat is om de moeilijk herkenbare kankercellen te herkennen. De T-cel zal vervolgens de nieuwe soort receptor aanmaken. Van deze nieuwe receptor bestaan twee varianten, de zogenoemde CAR en de tumorspecifieke T-celreceptor. Vervolgens krijgen de bewerkte T-cellen een aantal weken de tijd om in het laboratorium tot grote aantallen te vermeerderen. Voordat deze grote hoeveelheid T-cellen uit het laboratorium aan de patiënt kan worden teruggegeven, moet er ruimte worden gemaakt in het bloed van de patiënt. Met behulp van een kortdurende chemotherapie wordt het aantal cellen in het bloed verminderd, zodat de T-cellen erbij passen. Na de chemotherapie krijgt de patiënt de in het laboratorium vermeerderde T-cellen die een nieuwe receptor hebben via een infuus terug in het lichaam. De T-cellen reizen vervolgens met het bloed mee door het hele lichaam en kunnen zo bij de tumor komen. Omdat de T-cellen nu een nieuw soort receptor hebben, kunnen ze de kankercellen wel herkennen en de tumor vernietigen. CAR-T-celtherapie is tot op heden voornamelijk ontwikkeld voor de behandeling van bloedkankers, zoals leukemie en lymfeklierkanker. T-celreceptor-gentherapie is momenteel vooral in ontwikkeling voor andere vormen van kanker, waaronder het melanoom. Kijk voor meer informatie over deze en andere vormen van immuuntherapiebehandelingen op onze website.